In deze video leg ik uit hoe RAPS te gebruiken is voor scholen en huiswerkbegeleidingsinstituten. Voordat je deze video gaat bekijken, is het goed om eerst de aflevering voor de leerlingen te bekijken, zodat je een goed beeld krijgt van wat RAPS is en wat je ermee kunt. Dan ga ik nu wat laten zien over de extra functies voor scholen en huiswerkbegeleidingsinstituten. Ik heb hier een lokale omgeving neergezet als een soort demo-omgeving en daar laat ik eventjes wat dingetjes zien. Ik ga nu eerst inloggen als medewerker van een huiswerkbegeleidingsinstituut, in dit geval eenmansbedrijf. Ik ga nu naar het tabblad docenten. Dit is een overzicht van alle docenten en begeleiders die aan het instituut of aan de school verbonden zijn. In dit geval is dat maar één persoon. En per persoon zijn er twee rollen mogelijk. Dat is docent, beheer en beheerder. Iemand kan docent zijn of beheerder of iemand kan beide rollen hebben. Er moet altijd één beheerder zijn, want die regelt welke personen docent mogen zijn of ook beheerder mogen zijn, zodat er niet allerlei mensen in de lijst komen die er eigenlijk niet horen. Dus de beheerder die kan dat regelen. Dan gaan we naar klassen. Eigenlijk zou dat menuoptie klassen en leerlingen moeten heten, maar dat past niet in een klein vakje. Dus daarom heet het gewoon klassen. Maar je moet dus, er is dus onderscheid tussen individuele leerlingen en klassen. Bij een huiselijk begeleidingsinstituut heb je meestal een individuele begeleiding per leerling. En daarom worden die hier ook allemaal als losse personen weergegeven. Op scholen zul je vaak met klassen werken en daar wordt dus meestal dit gebruikt. Daar gaan we straks naar kijken. Hier zien we dus de leerlingen die deze huiselijk begeleider onder haar hoede heeft. Ik ga nu naar beheer. Ik zie hier de indeling voor Jos. Ik kan ook de andere leerlingen selecteren. En per leerling zie ik dan de indeling. Hier kan ik de indeling ook aanpassen. Ik kan lijstjes toevoegen, lijstjes verwijderen enzovoorts. Ik zal het even bijvoorbeeld laten zien dat als ik hier een lijstje toevoeg, dat het dan ook automatisch bij Jos terechtkomt. Ik maak even een voorbeeldlijstje, XXXX. Zet ik hier bovenaan. Ga ik nu uitloggen. En ik ga inloggen als Jos. Dan zie ik ook dat het lijstje bovenaan erbij staat. Als Jos naar beheer gaat, kan hij wel hier de indeling aanpassen. Hij kan alleen hier dit lijstje niet aan bewerken. Want dit is gemaakt door de huiselijk begeleider. Dus hij kan hier verder niks mee. Hij kan wel zijn indeling aanpassen, dus hij kan wel lijstjes verwijderen en toevoegen. Hij kan ook zelf lijstjes maken, maar de beheerder, de huiselijk begeleider, die kan dat ook doen. Dus ze moeten samen in goed overleg komen tot een goede indeling van de lijstjes. Goed, ik ga weer eventjes opnieuw inloggen als de huiselijk begeleider. Ik kan het dus per leerling kan ik dat beheren. Ik kan ook naar de voortgang. De voortgang kan ik per leerling zien hoe het ervoor staat. Ik kan bijvoorbeeld hier, klik even op deze leerling. Zien we hier hoe die leerling ervoor staat. Ik kan ook zien wanneer deze leerling aan RAPS heeft gewerkt door op deze knop te klikken. Dan zie ik het nu alleen voor de afgelopen paar uren. Afgelopen uur. Wil ik nog meer zien, dan moet ik uitzoomen. Dat kan met dit knopje, de min. Dan zie ik het overzicht voor de hele dag. Maar de leerling heeft op deze dag ook niet aan RAPS gewerkt, het is vakantie. Ik kan nog verder uitzoomen. Dan zie ik het overzicht voor de hele maand. Nog steeds, maar ook deze maand was vakantie. Ik kan naar de vorige maand, juni, dan zie ik dat deze leerling op een aantal dagen heeft gewerkt. Elk balkje geeft aan dat de leerling in die tijd
aan die lijst heeft gewerkt. Hoe breder het balkje, hoe langer de leerling daaraan heeft gewerkt. En de kleur geeft aan dat de items allemaal groen waren op het moment dat de leerling is gestopt met repeteren. We kunnen nog verder uitzoomen, krijgen we een overzicht over het hele jaar. Zien we ook dat andere kleuren voorkomen. Hier heeft de leerling aan het lijstje gewerkt, maar aan het eind was alles nog steeds rood. Hier zien we ook weer een paar andere kleurtjes. Dus die geeft aan hoeveel de leerling aan reps heeft gewerkt en hoe dat is. De lijstjes ook allemaal groen zijn geworden, om het even zo te zeggen. Oké, dan gaan we nu nog kijken naar deze functie, dat is berichten. Hiermee kunnen berichten verstuurd worden naar alle leerlingen uit de klas. Of naar alle leerlingen. Je kunt kiezen voor alle leerlingen of voor slechts voor enkele leerlingen. En dan kan ik kiezen op volgende. Ik kan een nieuw bericht maken. Ik kan ook een nieuw bericht maken, gebruiken dat al eerder is gebruikt. En ik kan ook een eerder bericht gebruiken, maar die dan bijvoorbeeld aanpassen. Ik kan deze hierop klikken. Dan zeg ik van nou, ik zie dat ik al een keer een testbericht heb gemaakt. Dus daar klik ik op. Dan heb ik hier het testbericht. Testbericht 2. En dit is testbericht 2. En hier kan ik de tekst aanpassen. En hier kan ik, en met hekje V, dat is de naam van de leerling. Ik heb nu deze drie leerlingen gekozen. Ik ga nu door. Nu wordt er gezegd, oké, je wil dus aan deze leerlingen dit bericht versturen. Is dit akkoord? Ja. Oké, dan klik ik op versturen. Bericht is verstuurd. Nu kan ik kijken naar de reacties. Nou, dit waren dingen die ik al eerder had gedaan. Deze berichtjes heb ik net verstuurd. En ik zie dat bijvoorbeeld Antoon Kok, aan Maartje Meijer en Martijn Molenaar. Ik ga nu bijvoorbeeld uitloggen en inloggen als Toon. Hier hebben we Toon Kok en hij komt meteen om het tabblad berichten, omdat er een bericht voor hem is. Dit heb ik net verstuurd en Toon die kan hier klikken op, ik heb het gelezen. Dan gaan we weer inloggen als Feline. Die gaat weer bij de berichten kijken. Wij kijken op de reacties. Je ziet hier onderaan dat Toon het gelezen heeft. Dat is dus de berichtenfunctie. Oké, nu ga ik even nog iets laten zien voor als iemand is ingelogd op een school. Ik ga eerst even inloggen als beheerder. Hier zien we een aantal personen die aan deze school verbonden zijn. Hier zien we dat Tijmen een docent is en ook de beheerder. En we zien hier dat er nog meer docenten zijn. De beheerder die kan dus ook een docent, bijvoorbeeld die weggaat van school, de rol docent intrekken. En dan is die dus niet meer aan de school verbonden. Ik zie hier Casper 2 is een van de docenten. Ja, ik ga nu als die persoon inloggen. Hier zien we dat hij geen individuele leerlingen gekoppeld heeft, maar wel een klas. Klas aanklikken, is alle leerlingen uit de klas. Die moeten wel allemaal geaccepteerd hebben. Dus een leraar kan niet zomaar allerlei leerlingen in de klas zetten. De leerlingen moeten zelf aangeven, ja, ik wil bij deze docent in de klas. En dan kan de leraar de indeling beheren van deze klas. Hier zien we weer allerlei lijstjes. En die indeling, die hebben dus alle leerlingen gemeenschappelijk. Dus als ik hier, ik had hier al een lijstje toegevoegd voor de demo, ik kan er nog eentje aan toevoegen. Dan zet ik hieronder. Dan heb ik deze lijstjes. Nu ga ik inloggen als leerling. Hier
Die heeft een aangepaste weergave gekozen. Dat doe ik eventjes, zet ik eventjes terug naar de standaard weergave. We zien dus dat hij die lijstjes ook hier in zijn indeling heeft staan. De balletjes zijn groen, want de lijstjes zijn leeg. Ik ga hier naar beheer. Dan zie ik dat die leerling die klas in zijn indeling heeft. En dit is allemaal grijs. Dat betekent dat de leerling hier zelf niks aan kan doen. Hij kan wel repeteren, maar hij kan niet de lijstjes aanpassen. Nu kan het zijn, dit is iets van een lagere school. Op een middelbare school zul je vaak vakken hebben, heeft iedere docent zijn eigen vak. Dus iedere docent kan die leerlingen in zijn klas opnemen. En dan krijgt de leerling dus voor elk vak de indeling in zijn indeling. De indeling van dat vak komt dan in zijn indeling. Dus zo kun je dus met meerdere docenten, met meerdere vakken, ook wel goed samenwerken met meerdere klassen. En je kunt dan zo ook op dezelfde manier als we net hebben gezien, ook de voortgang bekijken van de leerlingen. En ook berichten sturen naar de hele klas of naar een geselecteerd aantal leerlingen. Dat waren de functies die ik wilde laten zien, even in het kort. Ik hoop dat het een beetje een goed beeld heeft gegeven van wat het programma kan. En als je zegt van ja, ik wil hier wel mee werken, dan hoor ik het graag. Je vindt mijn e-mailadres wel op de website. Je kunt je ook gewoon aanmelden via het menu. Dus even op uitloggen klikken en zie je hier onderaan. Wil je je aanmelden als docent of huiselijk begeleider? Klik dan hier. Kom op dit scherm. De eerste keer moet je dus als school aanmelden. Komt op dit scherm dat gegevens worden ingevuld. Daarna kan elke docent zichzelf aanmelden. Hij moet dan ook de schoolcode opgeven. Goed, dat was het voor nu. Bedankt voor het kijken.